Heer, u bent altijd bij mij. En dan zeg ik van, ja, er liggen leuke tijdschriften achter in de hal. Lees dat eens. En dan lees ik al die titels. Vluchten, het water stond me tot aan de lippen. Dat soort verhalen over de hele wereld. En ik controleerde net mijn telefoon. Tientallen doden door krachtige aardbeving in Ecuador vanmorgen. Een zware aardbeving, 7,8, 77 mensen gedood. 600 mensen gewond, eerste getallen. Tier krijgt nog wel wat werk te doen. Heer, u bent altijd bij mij. En dan gaan we collecteren voor Tier, de Evangelische Alliantie voor Noodhulp. En ik denk aan die naam, Tier, traan. En ik zie de tijdschrift, moed. En dan denk ik, ja, je zal een van die mensen zijn die geholpen moet worden door Tier. Je zal een van die mensen zijn die op de vlucht is. Je zal een van die mensen zijn die een nacht zonder dak doorbrengt. Daar komt die actie ook vandaan, hè? Nacht zonder dak, wat onze jeugd ook gedaan heeft. Kun je dan nog zingen... Heer, u bent altijd bij mij. Heer, u legt uw handen op mij. Waar ik ook ga, waar ik ook sta. Heer, u bent altijd bij mij. En wij geloven dat als het in de Bijbel staat, dat het een waarheid is. En ik durf te zeggen, God is altijd bij mij. Maar ik ben nooit dodelijk ziek geweest. Ik heb nooit hoeven vluchten. Ik heb nooit het water tot aan de lippen gehad. En ergens schaam ik mij een beetje als ik zing, Heer, u bent altijd bij mij. Want ik heb het jullie wel vaker gezegd, dan ga je naar een van die landen. Naar die mensen die, waarvan ik denk, van dat zijn de mensen die mij zouden kunnen overtuigen dat God er niet altijd bij is. En dan gaan wij dan naartoe en dan gaat hier naartoe en die brengt zijn materiële welvaart. En wat krijg je dan terug? Geestelijke rijkdom. Van mensen die getuigen dat de Heer altijd bij ze is. En ik vind dat bewonderenswaardig. En dat maakt je klein. Dat maakt je klein als je mag preken over een God die zorgt. En dat maakt je klein als je zingt over dat God altijd bij je is. En ik moest zo denken in de voorbereiding van vandaag... En het verhaal wat vandaag ook centraal zal staan, dat is het verhaal van 1 Arabische vluchtelingen. Een vluchtelingen uit Egypte, Hagar. En deze vluchteling werd gehouden als slavin. En wij kunnen er weinig bij voorstellen dat als je slavin bent. Maar zij werd gehouden als slavin en ze werd onteerd door haar meester. En ze werd zwanger. En bang en psychisch mishandeld vluchtte ze. Vluchtte ze de woestijn in. En in de woestijn kreeg ze een ontmoeting met wat ik geloof dat dat Jezus was. En dat verhaal van Hagar, die wij kennen als Hagar, staat in de Bijbel in Genesis 16. En ik wil een klein stukje lezen van deze vluchtelingen. Genesis 16, vers 9. En ik, als wij de engel van de Heer lezen, zou je ook Jezus kunnen lezen. Toen zei de engel van de Heer tegen Hagar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heer tegen haar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En toen zei de engel van de Heer tegen haar, zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en hem de naam Ismaël geven. Omdat de Heer uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal een wilde ezel zijn van een mens. Zijn hand zal tegen alle zijn en de hand van alle tegen hem. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. En zij gaf de Heer, die tot haar sprak, de naam U bent de God die naar mij omziet. U bent de God die bij mij bent. Hagar. Hagar op de vlucht.
krijgt een ontmoeting met God. En terwijl zij gevlucht was voor de tirannie van haar meesteres, gaat ze terug en baart ze Abraham zijn eerste zoon, Ismaël. En er staat niet zo heel veel over het leven van Ismaël in de Bijbel. Tenminste niet over zijn kinderjaren. Maar we worden wel meegenomen in de Bijbel naar een moment, zo'n 16 jaar later, als Abraham nog een zoon gekregen heeft, Isaac. En Abraham een heel groot feest geeft. Isaac zal een jaar of twee zijn, oud zijn geweest. Zijn moeder is Sarai, de vrouw van Abraham. En Isaac gaat van de borst en dan is hij 2 jaar oud. En dan staat er dit over Ismaël in de Bijbel. En dat is 21 vers 8. Op die dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham had gebaard, aan het spotten was. Toen zei zij tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, niet met Isaac, erven. En deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Want we weten dat Abraham hem lief had. En er staat in vers 12, maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Toen stond Abraham 's ochtends vroeg op, nam brood en een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouder. Hij gaf het ook aan zijn kind en stuurde haar weg. Ze ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder de struiken en ging op een afstand zitten, zover als men een boog kan schieten. Want zij zei, laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tot haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bang, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind. Houd hem goed met uw hand vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En toen opende God haar ogen, zodat zij een waterput zag. Zij liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam een vrouw voor hem uit het land Egypte. Tot zover. Ik kende dit verhaal natuurlijk wel en vroeger dacht ik altijd dat Ismaël een babytje was en dat ze zo de woestijn ingingen. Maar dit stuk schrijft over een naamloze jongen, de naam Ismaël wordt geen enkele keer genoemd, die ongeveer 16 jaar oud was. En ik vroeg me af van hoe zou dat nou zijn geweest? Niet zozeer voor Hagar, maar stel je nou eens voor, hoe was het nou voor haar zoon, voor Ismaël? God stond het toe. Je kent het verhaal van je moeder en je weet dat je moeder toen ze zwanger van je was al een keer gevlucht is omdat ze het slecht had. Ze is gevlucht de woestijn in en had daar een ontmoeting met God. En God zegt, wees niet bang, ik zal voor je zorgen. God doet de belofte van, Hagar, jij zal altijd kunnen zeggen, Heer, u bent altijd bij me. Dat is wat daar gebeurde in die woestijn. En Ismaël heeft dat geweten. Ismaël heeft dat geweten dat zijn moeder die ontmoeting met God gehad heeft. En dan denk je, dan komen de goede jaren. En je groeit op als jongen en je bent de enige zoon van Abraham. En het gaat goed en je bent 10 en je leert boogschieten. En je bent 11 en je gaat de woestijn en je bent 12. Je leert jagen, ik weet het niet, maar je hebt een goed leven. En je vader is schat hemeltje rijk. Je vader heeft 100 slaven en dienstknechten. Je vader heeft 1000 stuks vee. Je vader heeft zoveel mensen en bezit vergaderd dat het geen eens meer op één plaats kan wonen. Dat staat er in de Bijbel. Je bent enig zoon van een schat hemeltje rijke man. En het leven lacht je toe. En dan word je 14 en dan word je
wordt de vrouw van je vader, wordt zwanger. En er verandert eigenlijk nog helemaal niks. En dan word je 15 en dan word je 16 en die jongen wordt groter. En puber als die is, zo doen pubers dat nu eenmaal, hij heeft op een gegeven moment de gek ermee, de spot ermee. Wat zal dat met hem gedaan hebben? Toen hij hoorde dat Sara zei van Abraham, stuur ze maar weg. Wat zal dat gedaan hebben dat terwijl de wereld aan je voeten ligt, plotseling je weggestuurd wordt? Je moeder wordt gehaald, er wordt een zak water gehaald en er wordt een brood gepakt. Het wordt op haar schouders gelegd en je wordt de woestijn ingestuurd. Schandalig. Zou jij het begrijpen als je zo'n kind was dat je vader dat deed? Je vader van wie je dacht dat hij van je hield, dat hij je zo de woestijn instuurde? Je vader die heeft honderden, duizenden stuks vee, genoeg knechten, maar je krijgt geen eens een ezel mee om de last te zeulen. En het was ook niet nodig geweest, want zo'n grote last krijg je niet mee. Je krijgt één zakje water mee en je krijgt een brood mee en je red je maar daar de woestijn in. En ik weet niet wat Hagar gedacht heeft en ik weet niet wat Ismaël gedacht heeft. Maar ik kan me voorstellen dat ze het uitgeroepen hebben van God, u was toch altijd bij me en u hebt toch beloofd dat u voor me zou zorgen. En u hebt toch gezegd dat ik terug moest gaan. En is dit dan mijn beloning dat ik terug ben gegaan? Is dit dan mijn beloning de woestijn in? De dood lag me toe. Heer, u bent altijd bij me en waar bent u dan? En daar dwaal je dan in die woestijn. En op een gegeven moment is dat enige zakje water wat je hebt gekregen van die schat hemeltje rijke man, is op, is leeg. En jij bent een slavin en je bent gewend aan de harde zon en je bent gewend aan het harde werken. En je hebt bewijzen dat je een sterke vrouw bent, maar je zoon, die altijd vertroeteld is, is niet zo'n sterke knaap. En de zon slaat op hem en hij heeft dorst en hij trekt het niet meer. En ze moet hem ondersteunen op de weg die ze gaan in de woestijn. En hij heeft dorst en ik weet niet of hij heeft gevraagd van is er dan geen water, moeder? Weten we niet, zegt de Bijbel allemaal niet. Maar we weten wel dat op een gegeven moment ze van hem af moet laten zakken. En ze niks anders kan als hem achterlaten in de schaduw. En daar lig je dan als jongen in de leeftijd van mijn Peter. 15, 16 jaar. Lig je daar dood te gaan. Omdat jouw vader, jouw moeder met jou de woestijn in heeft gestuurd. En wat heb je dan nodig op zo'n moment? Wat heb je dan nodig? Dan heb je God nodig. En dan heb je de mensen nodig die van je houden. Dan ben je afhankelijk. En terwijl jij je moeder nodig hebt, denk je moeder, maar dit kan ik niet aanzien. En moeder gaat op een afstand zitten. En de Bijbel is daar redelijk duidelijk over. Het is niet zo dat ze bij de CNA waren aangekomen en moeder aan de overkant van de straat hier naar de Kruidvat loopt om kijkt om medicijnen te halen. Zo was het niet. Je moet je voorstellen in afstand dat als ze hier bij de CNA een sneek waren geweest, dat moeder een boogschot ver wegliep, 300 meter. Dus moeder liep door naar de Boer Licht, helemaal aan de andere kant aan het einde van de winkelstraat. Je zoon sterft. En jij loopt weg omdat je het niet kan aanzien. Hoe zal dat geweest zijn voor Ismaël? Dat je moeder op het moment dat je haar het meest nodig hebt, verdwijnt. Zou Ismaël op dat moment met het laatste beetje kracht wat hij had, nog met zijn handen in de lucht wezen zingen, Heer, u bent altijd bij me, dank u God. Of zou hij er helemaal niks begrepen van hebben? En ik ben maar zo vrij dat ik denk dat hij er niets van begreep. En dan laat de Bijbel zien dat ze op hun knietjes gaan en dat ze bidden en dat God komt en dat er een wonder gebeurt. Nee, de Bijbel laat zien dat Hagar alleen was met haar verdriet en huilde. En dat de jongen niets meer kon dan kermen. En waar was dan die belofte van 16 jaar terug? Waar was die belofte van God die zei, ik zal zorgen, het komt goed. Ik zal een groot volk maken en uit jou zullen vorsten en koningen voortkomen. Dat was de belofte die gedaan was aan Hagar. Hagar had een ontmoeting gehad met God, met een engel van God.
De allereerste keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over een engel die tot mensen spreekt, was dat tot Hagar in de woestijn, toen ze hoorde dat ze terug moest. De tweede keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over een engel, de engel van God, was tot Hagar. En dat was nu. En die engel maakt duidelijk dat, ondanks dat God niet te zien lijkt, dat God er wel is. En midden in de ellende van Hagar komt de engel van God. En wat doet hij? Hij zet haar aan tot actie. Geen grote wonderen, geen bijzonder grote tekenen. Niet een kar vol met voedsel plotseling voor haar neus. Maar hij wijst haar op een waterput. Haar ogen worden geopend en er wordt tot haar gezegd: ondersteun de jongen, richt hem op. Kijk, daar is water. En verder staat er niet zo heel veel in de Bijbel over die geschiedenis. Er wordt gezegd dat Ismaël niet tot het nageslacht van Abraham gerekend wordt, maar dat Ismaël wel het nageslacht van Abraham is. En daar sterft voor ons het verhaal van Ismaël een beetje dood. En wat moet je daar dan mee? Ismaël, de Ismaëlieten, de Islamieten. Als wij het hebben over kinderen van Abraham, dan denken we niet aan de Islamieten. Als wij het hebben over kinderen van Abraham, dan denken we aan de Joden en aan de christenen. Maar toch, God zegt, ik zal hem zegenen omdat hij uw nageslacht is. Ook al wordt hij niet zo genoemd. En dan kom ik terug op Tyr. En ik kom terug op dat tijdschrift Moed. En ik kom terug op de situatie in de wereld. De wereld staat in brand. Ismaël is weer dakloos. Heleboel mensen op de vlucht zonder dak, omdat de wereld in brand staat. En wat is het antwoord van Nederland? We hebben het vanmorgen nog even gekeken op internet. Willen we meer of minder van dit soort mensen? En Nederland scandeert minder, minder, minder. En dan is de vraag, naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte, wat doen wij? Wat doen wij met Ismaël? Sturen wij hem weg? Net zo als Abraham. En het was misschien niet verkeerd dat Abraham hem wegstuurde, want God had ook tegen Abraham gezegd dat het goed was. Omdat God wel zou zorgen. Maar we kunnen niet alles overlaten aan God wat we zelf kunnen doen. Abraham stuurde Ismaël weg in het geloof dat God voor hem zou zorgen, maar Abraham gaf hem slechts één zak water en een brood. Sturen wij Ismaël weg? En als we Ismaël wegsturen, hoe doen we dat dan? Of sturen we Ismaël niet weg en mag hij in onze buurt blijven? Maar gaan wij op een afstand zitten omdat we hen niet willen zien? Gaan wij op een afstand zitten omdat we ze niet dood willen zien gaan, omdat we ze niet willen zien sterven zonder Jezus Christus? Gaan wij op een afstand zitten omdat wij hen niet willen zien? Of steken wij, zoals de engel van de Heer vroeg aan Hagar, de hand uit om hen te steunen? En ik weet dat het een lastige boodschap is. Want de islam wordt verguisd. Ismaël wordt verguisd, want het is natuurlijk een beetje een rare religie. Maar weten wij wat Ismaël gelooft? Ik heb me er behoorlijk in verdiept de laatste week. En een van de dingen waar ik me zo over verwonderd heb, is over hun tempel. De tempel van de Joden is er niet meer, maar de tempel van de islamieten is er nog wel. De Kaaba in Mekka. En de islamieten zeggen dat Adam die gebouwd heeft en dat hij ooit vergaan is en dat Ismaël hem samen met Abraham heeft herbouwd. En midden op de hoek van die tempel zit de zwarte steen. De zwarte steen die uit de hemel is gevallen. En alle islamieten worden opgeroepen om tenminste één keer in hun leven een reis te maken. En als het kan die steen aan te raken.
En als ze hem niet kunnen aanraken, dat ze er op het minst naar zullen kijken. Want die zwarte steen was ooit een witte steen. En die witte steen die is zwart geworden van de zonde van de mensen. En als ooit hun Messias, hun Magi terug zal komen, zal hun zwarte steen een tong krijgen om te spreken. En ogen om te kijken. En hij zal zeggen tegen de Messias wie naar hem gekeken heeft. Hij zal zeggen en belijden wie de zwarte steen heeft aangeraakt. Want dat is de opdracht van de islamieten. Wisten we dat? Wisten we dat de islamieten dat geloven? Misschien is het goed voor ons te verdiepen in wat andere mensen geloven. Want die andere mensen weten misschien ook wel niet wat wij geloven. Misschien is onze opdracht aan Ismaël, misschien is onze opdracht aan de vluchtelingen te vertellen wat wij geloven. Wij kunnen ze vertellen dat wij een heiland hebben die uit de hemel gekomen is. Dat ze niet hoeven te vertrouwen uit een zwarte steen uit de hemel, maar dat ze kunnen vertrouwen op een heiland uit de hemel. Niet een steen, maar de rots van ons geloof. En wij kunnen vertellen dat ze maar één moment in hun leven hoeven te hebben waarop ze Jezus Christus zullen aanraken, waarop ze de rots zullen aanraken. En we kunnen hun vertellen dat de aanraking met onze heiland hun ziel zal genezen. We kunnen ze te zeggen van als je niet weet hoe je moet aanraken, kijk alleen maar naar hem en je ziel zal behouden worden. Jezus Christus was zondeloos, maar hij is zwart geworden door onze zonde. Hij is de Messias. En als hij ooit terug zal komen, zal hij met zijn eigen mond belijden wie naar hem heeft gekeken en wie hem kent. We hebben een boodschap van hoop voor de wereld. En als wij zien dat Ismaël alleen op sterven ligt, is er een opdracht voor ons om te ondersteunen, om de hand uit te steken. Dat doen we niet alleen met bed, bad en brood, zoals Abraham dat deed. Maar we doen het ook door te verkondigen dat wij een rots hebben. De rots waarop wij ons geloof bouwen. En dat is de rots in wiens armen wij veilig mogen rusten. Ik zou zeggen, lieve mensen, neem dat tijdschrift mee. Lees. Lees over de verhalen van deze wereld. En weet dat waar God niet zichtbaar is voor de mensen om ons heen, dat wij kunnen laten zien en zeggen tegen de mensen, de Heer is erbij. En als jij hem niet ziet, dan wil ik jou helpen hem te zien, want ik wil graag zijn handen zijn. Amen.